Weet je nog, 3 jaar geleden, toen kwam ik hier voor het eerst, nadat we de sleutels hadden. En dit zou de zolder worden voor de treinbaan. Nou, dat is hier een tijdje geweest. Maar zoals je ziet, het is nu grotendeels opgeruimd. Want ja, dit is de isolatie die hier zit. Het is oud. Deels ook beschimmeld. Het tocht hier, het waait hier. En de dingen op de gipsplaat komt ook allemaal naar beneden. Dus ik ga hem strippen. Nou, dan komt iemand mij helpen. En opnieuw isoleren. Maar ja, daarvoor moet wel alles opgeruimd. Dus het is leeg. Alle treinen die hier stonden, de baandelen, de dingen, de projecten die nog half af waren, alles is opgeborgen. En ja, een boel gaan we doen. Deze hoofdbreker hier, die gaat omhoog. Want ik wil niet weten hoe vaak ik mijn hoofd al aangestoten heb. Dit ding hierboven, dat gaat ook weg. Er komt wel iets voor terug, maar moet nog even zien hoe en wat. En ja, de vloer blijft wel liggen. Hopelijk komt hij er een beetje goed uit, maar het is al een oude vloer, dus het maakt niet uit. Kastjes aan de zijkanten komen mooie. Dan komt een mooi rollersysteem, hoop ik. En over een paar weken hoop ik hier weer op te gaan bouwen. En dit is de reden dat mijn baan al die tijd ook in stukken is, in modulair is geweest. Omdat ik wist dat dit zou gaan gebeuren een keer. En nu heeft zich dat ook uitbetaald in dat het zonder zagen en zonder breken, een heel klein beetje breken, allemaal opgeborgen is. En nu weet ik eindelijk ook hoeveel ik heb. Te veel. Dus het zal de komende tijd wat moet rustiger zijn. En over een paar weken, ik weet niet precies hoe lang dit gaat duren, hoop ik weer terug te zijn. Met mijn baan weer in ere hersteld. Beter dan ooit, hoop ik. Om dan weer verder te gaan met mijn hobby en met alles. Bedankt voor het kijken. En ja, tot ergens een keer.